In de Bijbel komt de geest zo vaak voort. Maar het is niet alleen maar als je leest en de Heilige Geest zei dit en de Geest zei dat. En de Geest des Heren kwam over die en die profeet. Maar hij komt ook heel vaak terug in schaduwbeelden of in type beelden. Ik persoonlijk denk het beeld waar hij zich het meest gebruik van maakt is water. Dat denk ik persoonlijk. Ik zie hem het meest als water terugkomen. Dauw, regen, rivieren, beken. En allerlei verlangens naar water. We kennen deze, we zingen dit lied vaak. Als een hert dat verlangt naar, Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water, beken, zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn ziel smacht naar u. Zie, het toont aan, het is alleen maar een type beeld dat gebruikt wordt van een hert en waterbeken. Maar het staat voor de gelovige die verlangt naar de verkwikking van zijn aanwezigheid en van zijn nabijheid. We kennen hele bekende teksten, wordt vandaag zelfs in de worship aangehaald, Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt. Hij doet mij nederliggen grazige weiden en voert mij naar. Nou, denk aan, als je denkt dus aan de Heilige Geest waar hij je naartoe leidt, is het dus niet naar stormen of naar slagregens. Naar rustige wateren of beken. Zo, de geest is ontzettend geconnect met water. De geest is ontzettend geconnect met vernieuwing en verkwikking. Dit is hoe hij voortdurend voortkomt in het woord van God. En wat hij ook dit weekend en alle dagen in je leven wil doen, is verkwikken. Hoe vaak gebeurt het niet dat je bent in droogtes in je geestelijk leven? Of je zit in zogenaamde woestijnperiodes en jij hebt water nodig. Het volk Israël in de woestijn, ze hadden water nodig. En hoe eerlijk was het niet toen ze in de oases kwamen? En in de woestijntijd ga je verlangen naar oases. Soms laat God droogteperiode toe om de verlangen weer te laten groeien. En dat je wortels de diepte ingaan, niet meer oppervlakkig blijven. Nou, ik heb echt op mijn hart vandaag met jullie over Ezechiël 47 te spreken. En hier wordt de profeet meegenomen door een man. Het is belangrijk, de vraag is heel belangrijk om te stellen, wie is die man? Wie is die man die de profeet al deze dingen laat zien? In Openbaringen weten we dat het was een engel die Johannes allemaal dingen liet zien. Maar wie was de man die Ezechiël allemaal dingen laat zien? Ik geloof hij was ook een type beeld van de Heilige Geest. Maar ik kom misschien zo meteen op terug. Vanaf hoofdstuk 40 begint hij een nieuwe tempel te laten zien en allemaal glorie. En ik wil even met je lezen hoofdstuk 47. Vers 1 tot 12. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij naar de noordpoort en hij voerde mij buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el en hij deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan zijn enkels. Hij mat weer 1000 el en hij deed mij door het water gaan. Het water is niet de Heilige Geest. De salving is niet de Heilige Geest. Het komt voort uit hem, maar het is hem niet. Net zoals mijn woorden zijn wel mijn woorden, maar toch staat er een persoon achter. Zo is het ook met het water en deze man. Hij mat weer 1000 el en deed mij erdoor gaan. Het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kan. Want het water was zo hoog dat men erin kon zwemmen. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zei hij tot mij, heb je dit gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeek, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zei tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt uit in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen zullen leven. Overal waar de beek komt en er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs staan. Van Engedi tot Englaim. En het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zoutprijs gegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten. Waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt.
Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Allereerst vers 1. Ik geloof het eerste gedeelte van het eerste vers is profetisch voor een heel aantal mensen hier die al heel veel jaar meelopen in de dingen van het Koninkrijk van God en in gemeenten als deze. Ik geloof dat deze tekst heel profetisch is voor velen hier. En toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Ik geloof wat God wil, wat de Heilige Geest wil, is jou terugbrengen naar de ingang van het huis. Hoeveel teachings en preachings over de Heilige Geest ken je niet, weet je niet. Heb je niet gehoord? Misschien heb je opwekking vroeger meegemaakt in je kerk of in bepaalde plekken. Heb je daar een opwekkingsatmosfeer meegemaakt en atmosfeer waarin de Heilige Geest aan het broeden was. Maar er latere jaren, waar was het allemaal heen gegaan? Wat was er van teruggekomen? En wat God zegt allereerst, en dit is even een profetie voor sommigen. Ik wil je even terugnemen naar het begin. We zien ook dat de man Ezechiël elke keer terugneemt. En in één keer ziet Ezechiël dingen die hij daarvoor niet zag. Soms op jouw reis met hem zijn er dingen die jij niet gezien hebt. Dingen die jij niet geconstateerd hebt. Dingen waarvan jij nog geen weet hebt. Die er al lang waren. Je hebt hartsmotieven van andere mensen gemist. Je hebt dingen van de geest gemist. Je hebt dingen van het vlees gemist. Om te herkennen en te erkennen. En de Bijbel zegt dat Ezechiël al die hele stad al gezien had. De hele tempel al gezien. Maar de rivieren had hij nog niet gezien. Raar in God, hè? Je kan heel veel dingen zien en toch niet zien. Je kan heel geestelijk zijn en toch heel veel missen. En wat nodig is dat je terug moet komen naar het begin. Dat je terug moet komen naar de plek waar het begint. Want dat is waar Ezechiël uiteindelijk de bron zag. Weet je, heel veel mensen zijn helemaal onder de indruk van rivieren. En is prachtig, maar wat heel interessant is de bron. En dit is wat Ezechiël kreeg te zien. Terug naar het fundament, terug naar de basis. En dan staat er, zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Zo, er was niet alleen een waterplas, er was water in beweging. Het stromen, het vloeien spreekt over beweging. Water dat in beweging is. Het water was in beweging, het was een beweging van de geest. Nou, ik heb al een paar keer uit willen leggen dat de geest van God altijd beweegt. Zelfs zijn stilte is beweging. De Bijbel spreekt over een zachte koelte, nog steeds is daar beweging in God. Een zachte stilte. Er is nog steeds beweging in God. Ik heb je uitgelegd dat alles in de natuurlijke schepping beweegt. Alles draait en toch is er rust. Alles in de natuur draait en toch is er rust. Zo is het bewegen van God. En ik probeer echt, mijn hartsverlangen is dat je Gods stem ook gaat leren verstaan. En wat ik geloof wat je door gaat hebben, wat je gaat zien, is dat er is altijd een beweging. De salving is altijd in beweging. Als je Gods stem verstaat, is er altijd een movement. Als je in gebed bent en in één keer wil God je iets duidelijk maken, wil je iets openbaren, there is a movement in your heart. Something is moving, something is changing. En dat hoeft niet heel heftig te zijn of heel dynamisch te zijn, maar er is altijd wel iets in beweging. Als jij in gebed bent en je hebt nodig om van God te horen, zal je iets bewegend horen. Zal je iets in beweging horen, zal je hem in beweging horen, water in beweging. Nou, de Bijbel zegt hier, het stroomde onder de drempel van het huis uit. Wat was het huis waar Ezechiël hierover spreekt? Dat was de tempel. En waar de Bijbel hier in dit hoofdstuk helemaal de hele tijd de nadruk op legt. Als je het hebt over het water van de geest, het stroomt uit het huis van God. Het stroomt uit de drempel van God. Laten zien, het stroomt uit de tempel van God. Het stroomt uit de heiligheid van God. De waterstromen van God komen voort uit zijn tempel. Nou, laat me je even alvast dit zeggen. Sommige mensen denken dat de rivieren van de geest of de stromen van de geest is tongentaal. Hallo Pinksteren. Tongentaal is wel een van de uitingen van de geest, maar niet de enige stroom of de enige rivier van de geest. De Bijbel leert hoe belangrijk het is om te spreken in nieuwe tongen, om te bidden in nieuwe tongen, om te aanbidden in nieuwe tongen. Als jij nog niet in nieuwe tongen bidt, we gaan voor je vanavond bidden. Maar dit is maar één van de uitingen. Dit is maar één van de rivieren. Wij denken, oké, Jezus zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan heeft Jezus het niet alleen maar over tongentaal. De Bijbel zegt daar, hij sprak over de geest. Hij sprak daar niet over tongentaal. Nou, één van de uitingen van de geest, of de stromen van de geest,
is wel tongentaal. En ik weet niet van jou, maar hoe krachtig en belangrijk tongentaal is. Ik geloof dat wij als kinderen van God veel te weinig in nieuwe tongen bidden. De meeste mensen bidden veel te weinig in nieuwe tongen. En als ze het doen, doen ze het alleen in de kerk. Hoe bedoel je? God heeft jou die gaven niet gegeven voor de kerk. Als je in de kerk bidt, dan moet je eigenlijk nog zorgen dat het vertaald wordt. En natuurlijk is het in aanbidding fijn om in nieuwe tongen te bidden en te aanbidden. Maar de tongentaal die hij jou heeft gegeven, de gave van tongen die hij jou heeft gegeven, is bedoeld voor jouw binnenkamer. Gewoon in je eigen wandel, in jouw eigen relatie met de Heer. Ik geloof dat je eigenlijk elke dag, en het is gewoon een persoonlijke mening, minstens 10 minuten in nieuwe tongen moet bidden. De Bijbel zegt, bouw je geest op. Zorg ervoor dat het water stroomt. Nou, als je nieuwe tongen bidt, dan weet je enigszins iets over die rivier van God. Want van tevoren ga je niet bedenken welke woorden je gaat spreken. Dan komt het uit je verstand voort en is het geen tongentaal. Het komt uit je geest voort, je bidt in de geest. Als je die gave hebt, is voor sommigen even nog nieuw. Ik kan op elk moment, ik heb de gave van tongen spreken ontvangen. Ik kan op elk moment in nieuwe tongen gaan bidden. En ik kan dat zo lang doen zoals ik zelf wil. En ik kan de kraan stopzetten als ik zelf wil. Dus een gave die je hebt ontvangen. Je kan hem gebruiken wanneer jij zelf wil of denkt dat goed is. Het probleem is dat vele mensen die gave hebben ontvangen, maar op de kast laten liggen. Maar God geeft de gave niet zomaar. Dat is belangrijk. Maar onthoud even dit, het is niet de enige stroom of de wateren die voortkomen uit de geest. Of voortkomen uit de bron. Het is belangrijk, maar heel veel mensen hebben dat zo gedacht. Ja, tongentaal, tongentaal. Maar dat is absoluut niet het enige. De Heilige Geest is zoveel meer dan dat. Hij is meer dan de woorden die je uit. Hij is meer dan de geestelijke woorden die je uit. Hij is meer dan het profeteren. Hij is meer dan het genezen. Hij is meer dan bevrijding. Hij is meer dan de creatieve ideeën die je opdoet op je werk. Hij is veel meer dan dat. Hij is de bron van al deze dingen en nog veel meer. En zijn bron, zijn oorsprong, zijn begin is niet op aarde. En is niet alleen maar in de hemel. Het is in de tempel. Maar wat spreekt over Gods heiligheid? Alles wat de geest doet is heilig. Alles wat uit God voorkomt is heilig. Zo jij moet weten in jouw eigen leven, alles wat jij ontvangt van de geest is heilig. Niet alleen zijn gaven of zijn bediening waar we gisteren over spraken, ook zijn woorden. En of hij nou via de Bijbel tot jou spreekt, of via een profeet, of in jouw eigen stille tijd, het maakt niet uit, het zou even heilig voor je moeten zijn. Wij maken op een of andere manier een onderscheid in ons denken in dat. Maar in God is dat niet waar. Alles wat van de geest komt is even heilig en even belangrijk. Anders zou hij niet tot je communiceren. Als het niet belangrijk is, zou hij je niet communiceren. Zo dat zeg maar dat elke openbaring die van de geest komt heilig is. En jij ook heilig moet achten en belangrijk moet achten in jouw leven. Nou, slijven met me op Psalm 12, vers 7. De woorden van Jehovah, de woorden van de Heere zijn zuivere woorden. Gedegen zilver in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd. Wat zegt dat? Op het moment dat God communiceert, of het nou het logoswoord is, of een rema-woord. Ik zal even een stapje terugmaken. Jezus is in de woestijn. De duivel komt om hem te verzoeken, hij heeft honger. Er is geen eten. De duivel zegt tegen hem, hé, je kan die stenen toch veranderen als brood, als je de zoon van God bent. Wat was Jezus' reactie daarop? Hij zei, hey, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Hij zei, een mens zal niet leven door brood alleen, hoewel hij honger had, maar door elk woord dat voortkomt uit de mond van God. Elk inzicht van God dat tot jou komt, elke uiting van God, elke aanraking van God dat tot jou komt. Jij zal niet leven door brood alleen, maar door elke uiting. En elke uiting die van God komt, Psalm 12 vers 7, is zevenvoudig gelouterd. Wat betekent dat? Dat God erover heeft nagedacht voordat hij iets zegt. Oh. Hij heeft als het ware dat woord eerst 7 keer in de oven. Elke heter, alle onedele metalen zijn eruit. Alles wat niet goud is, is eruit. En wat hij aan jou geeft, hey, rema is goud. En de Bijbel zegt, je zal niet leven door het brood, maar bij al die woorden of uitingen. Daar leeft je geest van. Zijn woorden zijn gelouterd. Die woorden hebben zoveel waarde, alleen puur goud. Alles wat niet belangrijk is.
Weet je, in alle zinnen die ik echt rechtstreeks als Rema-woord van de Gods Geest heb gehoord, er was nooit een woord daarin overbodig. Je weet als je met mensen praat hoe onzinnig ze soms kunnen praten. Of hoeveel woorden ze kunnen gebruiken om weet ik het wat duidelijk te maken. Meestal heeft hij aan 2 of 3 woorden bij mij genoeg. En af en toe krijg ik een zin te horen. Maar dat ligt vaak meer aan mij dan aan hem. Het moet rein zijn. Het is zonder discriminatie. Het is oprecht. Het is puur, et cetera. Het staat allemaal in Jacobus 3, vers 8. Het is de 7-voudige loutering van het woord van de Heer. Dat betekent dat je zijn woorden dus voorrang moet geven boven alles. Ik kan soms niet begrijpen hoe mensen soms met zijn profetieën omgaan. Als de profetieën die hij profeteert echt uit God komen, hoe ga je met die woorden om? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hou ze hoog in mijn hart. Ik heb er eigenlijk ook nog nooit eentje niet zien uitkomen. Maar ik heb ontdekt, het hangt heel veel van de ontvanger af. En hoe je er daarmee omgaat. Want Paulus zegt, bewaar wat je door de Heilige Geest is toevertrouwd. Wat heeft de Heilige Geest je toevertrouwd? Zijn woorden. Net als, hoe ga je om met het woord? Maar het is eigenlijk hetzelfde. Mensen die dit serieus nemen, nemen de profetie ook serieus. Want het is hetzelfde. Alleen de utterance is different. Logos of rhema. Geef het prioriteit. Ook tijdens de prediking. Even voor de duidelijkheid, het gaat niet om de prediker. Het gaat om de openbaring en de inspiratie onder de salving van de Heilige Geest als hij spreekt of zij spreekt. Dat is het enige wat telt. Want op een dag ben ik niet meer hier. En op een dag ben jij misschien ergens anders. En wat je over hebt is alleen onder de salving van de Geest wat je hebt ontvangen. En of je bent afgestemd. Maar ja, wat voor prioriteit geef je het woord van God? Want zijn stem is heilig. We lezen in Ezechiël 47 dat het water stroomde oostwaarts, naar de oostkant. Dat is de plek waar de zon opkomt. Toen we het hadden over de poort, hebben we er ook over gesproken. En later zien we dat het ook, het stroomde uit de oostpoort. In Jeruzalem wordt de oostpoort ook de schone poort genoemd. Waarom? Dat was de eerste plek waar je de zon zag. De zonlicht over het water. Wat gebeurt er als zonlicht schijnt over het water? Ja, in Nederland zie je het niet vaak, ik weet het, maar soms gebeurt het. Het gaat schitteren. Beautiful, schitterend. Mooi, we hebben een mooi woord van schitterend. Schitterend. Ik heb gesproken toen over de zonsopgang, dat het staat voor degene die het eerst het licht zien. Als jij door die poort naar buiten kon kijken in Jeruzalem, dan zag je als eerste de zonsopgang. Dan zag je als eerste het licht. Mensen van de zonsopgang, of mensen van de beek van God, laat me nog beter zeggen, zijn degene die het eerst het licht hebben gezien. Nou, dat geldt niet alleen maar over dat je als eerst Jezus hebt ontdekt. Het spreekt ook over dat je voor het eerst inspiratie en creativiteit hebt ontvangen. Zodat je pionier kan zijn, zodat je nummer 1 kan zijn in jouw business, in de kerk, in je bediening en wat dan ook. Oostwaarts. En vervolgens stroomt dat water ook naar het oosten toe. Halleluja. Daarnaast, ik sla nog even terug met me naar Ezechiël 47. Want ik wil graag dat je dit hoofdstuk echt kan doorvoelen na vanavond. Vers 2. En hij leidde me door de noordpoort. En hij voerde me toen buitenom naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Wat ziet Ezechiël hier? Het water opborrelen. Hier is de bron. Wauw. Zo, hij ziet, later zien we hem in de beek. Maar nu zien wij hoe de geest van God hem bepaalde terugbracht naar de bron. Het lijkt me geweldig om dat gezien te hebben. Vers 1, het einde. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. Zo, het altaar was zeer sterk en dichtbij verbonden met de bron. Nou, als wij denken aan altaar, hoop ik dat je niet meer denkt aan allerlei lammen en runderen en schapen dat geslacht moesten worden onder het oude verbond. Ons altaar is het kruis, waar Christus zijn leven gaf. Wat in de hemel geëerd wordt, en dat zien we in openbaringen, is Christus' kruis. En dan staat in openbaringen staat het lam dat geslacht is. Zie Jezus dat zijn leven heeft gegeven. En dat deed hij op het altaar van Gogota. Het altaar in de Bijbel is het kruis. En dit is wat ik zie, dat de bron van de Heilige Geest zijn oorsprong vindt in het kruis. Jezus, over Jezus staat er geschreven, dit zeide hij over de geest, die zij die
tot geloof in hem zouden komen nog niet ontvangen hadden, want Jezus was nog niet gestorven. De Pinksteren gebeurde pas na het... Wat zegt me dit over jouw leven, over jouw bediening, over mijn bediening? Dat de Heilige Geest altijd geconnect is aan het kruis van Christus. Niet alleen maar, hij is verbonden in de troon, niet alleen maar met de Zoon en de Vader zelf, maar met het werk wat hij heeft gedaan. Iemand die echt opereert in de flow van de geest, in de salving van de geest, onder de beek van de geest, zal altijd het kruis eren. En nog sterker, hoe meer het kruis geëerd wordt, hoe meer de water van de geest zal stromen. Ze onthouden deze connectie met de bron van de geest en het altaar. Ik merk hoe meer ik het kruis eer, hoe krachtiger de diensten zijn. Of hoe krachtiger mijn verhaal is naar die persoon tegen wie ik getuig. Hoe meer zielen er tot Christus... Weet je, ook als het kruis krachtig wordt gebracht, weet je dan dat veel meer zielen naar Christus komen dan als we gewoon een algemeen oproepje doen om je hartje aan de Heer Jezus te geven? Als we gewoon het kruis brengen zoals het is? De geest is verbonden aan het kruis. Want ondertussen overtuigt hij. Als wij Christus en zijn werk eren. Halleluja. Daarom zegt Jezus, vroeger heb ik hier vaak over nagedacht, hij zegt, grotere werken zul je doen dan deze. Ik denk, hoe kan iemand nou grotere werken doen dan Jezus? Ik bedoel, en laat me ook dit zeggen, wij hoeven nog niet eens te spreken over grotere werken als de blinden hier nog niet gaan zien. Sommige mensen hebben een mond vol van grotere werken, maar ze hebben nog nooit een dode opgewekt of een blinde het gezicht gegeven. Hou je mond met grotere werken. Als je dat hebt gedaan, dan kan je eens gaan spreken over grotere werken. Maar Jezus zegt, grotere werken dan deze zal je doen. Zo, dit is wel zijn verlangen, zijn wil en zijn intentie. Waarom zei hij dat? Niemand is meer powerful dan Jezus. Niemand werd meer door de geest geleid dan Jezus. Niemand was voller van de geest dan Jezus. Waarom zei hij dat dan wel? Omdat hij nog niet gestorven aan het kruis. Hij had zijn leven nog niet gegeven op het altaar. En toen hij dat had gedaan, op was gevaren en de geest viel, zien wij grotere werken dan deze in het boek Handelingen. Halleluja. Zie, alles hangt van het altaar af. Nou, in vers 2, Ezechiël ziet die bron. De Heilige Geest zelf is de bron, hij laat het water opborrelen. De Bijbel noemt hem de bron van het leven. Zie, hij is niet de bron van de dood. Dit is belangrijk, dat je dit beseft. De Heilige Geest is niet de bron van de dood. Hij is niet de bron van duisternis. Nog is hij de bron van zonde. Hij is de levendmakende geest. In de Bijbel zien wij dat hij was bij het begin van de schepping verbonden. We zien de geest Gods zweeft over de wateren en toen begon God te spreken. Zie je de Vader en de Zoon in connectie met de geest en er komt utterance. Er komt rema. En rema zet de hele heelal in een oerknal tot stand. Genesis 1 vers 3 is Gods oerknal. Ik heb geen probleem om te geloven in de oerknal. Ik lees hem in Genesis 1 vers 3 en ik lees hem in Matthäus 28 nog een keer toen Jezus opstond uit de dood. Ik zei, maar God heeft twee keer een oerknal gedaan, man. Voor jou maar één keer. Maar de Heilige Geest geeft leven. Hij creëert, hij schept. Als jij verbonden bent met hem, dit is zijn bedoeling, dit is waarvoor het water bedoeld is, is dat jij stroomt ook in leven. Jij hebt de potentie om leven te geven. Ik ben een man. Halleluja. Ik heb mezelf 4 keer bewezen dat ik in het natuurlijke in staat ben om leven te geven. Can you get this? Ik ben in staat om leven voor te brengen, door te geven. Nou, dat is alleen maar het natuurlijke in de geest. Nu, in mijn verbinding met de Heilige Geest, ben ik in staat en jij bent in staat om leven door te geven. Soms zal hij misschien je woorden gebruiken. Soms zal hij je hand gebruiken. Soms zal hij je wijsheid gebruiken. Soms zal hij jouw mond dicht gebruiken. Maar jij bent in staat om leven over te brengen. In mensen die dood zijn. In mensen die duisternis zijn. In mensen die in zonde zijn. Want leven is in jou. Soms wacht er gewoon op dat jij gaat spreken. Soms wachten dingen gewoon op dat jij je mond open gaat doen. Voor zelfs een verandering op je werksfeer. William McDowell zegt, nothing happens until something is spoken. Hier ook heb je levendmakende woorden in je mond. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Maar die tong moet wel bekrachtigd zijn door de geest. Ik heb meegemaakt hoe allerlei dingen werden geproclameerd, maar er gebeurde niks. Waarom? Het was geen woord van de geest, maar een woord van een mens. Je kan proclameren wat je wil.
Als het niet geladen is door de Heilige Geest, vergeet het maar. Ik heb diensten meegemaakt, het was gewoon één grote show. Mensen werden omgeduwd, iedereen moest vallen, maar er gebeurde helemaal niks. Wel mooie dingen geprofeteerd en geproclameerd, maar was niet de Geest. En soms zie je die dingen pas in de uitwerking daarvan. Nou, zo'n Heilige Geest wil ik niet. Zo'n bediening al helemaal niet. God is niet de God van mooie woorden. Hij is de God van echtheid. Ik hoef hem niet groter te maken dan dat hij is. Hij is zo onzagwekkend groot. Nou, lees even met me mee. Vanaf vers 3 zien wij dat Ezechiël gaat het water in. Enkels, knieën, heupen. Vervolgens moet hij gaan zwemmen. Nou, ik denk, dit zijn de verschillende fasen waar verschillende mensen hier op dit moment in zitten. Misschien ben jij een enkel christen. Een enkel Heilige Geest water, beekkenner. En je kan proeven aan het water. Kijk, uiteindelijk spreekt het volledige zwemmen over volledige overgave en volledige afhankelijkheid. Ik ken heel weinigen hier die zo leven. Maar het is waar we allemaal voor bestemd zijn. En heel veel mensen, ze poedelen een beetje. In de gemeente, maar ook in de geestelijke dingen. Een beetje voelen, kan ik het vertrouwen? Is het goed? Is het echt? Hoe voel ik me erbij als ik zo doe? Hoe voelt dat water eigenlijk? Hoe warm is dat water? Hoe gezond is dat water? En je bent een beetje aan het checken. Het was Gods wil en bedoeling met Ezechiël. Hij moest verder, moest nog 1000 el verder lopen. Hij kon verder, hij komt tot met zijn knieën. Dit is al een overgangssituatie. Dit is al een situatie dat je niet makkelijk meer terug kan. Weet je dat God je soms op het punt wil hebben dat je niet meer terug kan? Ik weet niet van u, maar vaak zwem ik in de zee en soms vind ik het doodeng. Maar zeker als ik niet meer kan zien. Zeker als ik niet meer kan zien wat er onder mij is of waar. Haal ik het nog wel om genoeg terug te zwemmen. Maar als je echt verder gaat, ook in de dingen van de geest. Uiteindelijk kom je op het punt van there's no way back. En dan gaat erom, kan jij in jouw mannelijke kracht en jouw vrouwelijke kracht nog steeds blijven zwemmen. Heb jij daarvoor ook al geleerd om te zwemmen? Zie, want ook dit is een proces. Maar op je knie is het nog steeds veilig. Je voelt nog steeds grond aan je voeten. Zelfs als je verder gaat en je voelt het water tot en met je heupen, je voelt nog steeds de grond onder je voeten. Nou, hartstikke leuk als je daar bent, maar is niet jouw eindbestemming, niet je einddoel van je christelijke wandel, van je wandel met Gods geest, om het water te blijven voelen. Om de grond te blijven voelen. Het spreekt nog steeds over een bepaalde safety zone, maar je bent al wel ver gekomen. Weet je, als je bij je heupen bent, is het makkelijk om helemaal onder water te gaan. Maar er is altijd nog een bepaalde aanraking met de grond mogelijk. Er is nog verbinding met de grond mogelijk. En uiteindelijk leidt de Heilige Geest de profeet Ezechiël om te zwemmen. En dan staat er, een beek die me niet meer doorwaden kon. Ik kon het niet meer doorwaden, ik kon niet meer doorlopen. Ik moest wel zwemmen. En dan zegt hij, heb je dit gezien, mensenkind? En dan staat er, en hij deed mij teruggaan. Wauw. Nou, ik heb dacht ik wel eens eerder gedeeld. Ik heb een paar momenten in mijn leven meegemaakt dat de Heilige Geest me dingen begon te openbaren. En het was een continue stroom van openbaring. Achter elkaar, 10 minuutjes of iets. En op een gegeven moment was het zoveel dat ik zei, stop hier. Stop alstublieft, ik kan het nu niet dragen. Ik zag mezelf eigenlijk als een heupchristen op dat moment. Zie, er waren zoveel water en mooie dingen trouwens. Het was niet slecht, maar mijn geest was als het ware niet... Ik could not contain the glory. Ik could not contain the revelation. Ik kon niet volledig dragen de openbaring. Jezus, als hij sprak over de toekomst tegen de discipelen, zei hij... Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kan het thans niet dragen. Weet je, Gods geest heeft je veel te zeggen, maar kan je het dragen? Kan je het dragen? En ik heb andere momenten meegemaakt dat die salving, die openbaring, die bleef vloeien. En het was niet dat hij zei, nu moet ik stoppen. Of dat ik moest zeggen, hier stop alsjeblieft. En ik geloof, dit is uiteindelijk de continue stroom. Ik geloof dat de Heilige Geest, en dit geloof ik echt. En ik ben geen, tenminste, ik vind mezelf niet super zweverig. U mag het vinden, maar maakt me niet zoveel uit.
Er zijn momenten dat hij is echter voor mij dan die aanraking van dat ding. Of die plek waar ik op dat moment ben. Dat is als je in de geest bent. In de Bijbel zie ik voortdurend profeten die worden opgenomen. Ezekiel, Johannes, maar er zijn vele anderen ook. En voor hun, ze kwamen in vervoering van de geest. Was die onzichtbare wereld wat God hun liet zien zo echt? Dat waren geen enkel knie- of heupchristenen meer. Die geestelijke wereld was zo echt. Maar gelukkig, en zien we ook bij Jezus, was het een moment. Want als het definitief is, dan ben je dood, dan ben je opgenomen. Als dat altijd zo is. Maar je moet weten hoe je dat kan containen. Hoe kan jij als christen krachtig en sterk worden, omdat jouw water verbonden is uiteindelijk met het heiligdom? Nou, het water kwam in de zee. En de Bijbel zegt, overal waar dat water kwam, kwam er heling, kwam er genezing, kwam er gezondheid. Nou, is er ziekte in de hemel? Spreekt deze stad, spreekt deze beeld die Ezechiël ontvangt over de aarde of over de hemel? In de hemel is geen ziekte, mijn broer, mijn zus. Er hoeft niet daar iets niet gezond te worden, want alles wat daar is en iedereen die daar is en ook wees is gezond. Dus het spreekt over de aarde en de beweging van de geest. Want heel veel mensen weten niet hoe ze Ezechiël 47 moeten duiden. Dit is de beek van de geest. Dit is de stroom van de Heilige Geest. Als typebeeld voor jou en mij op aarde. Zodat het water wat uit de troon komt, de volkeren gezond kan maken. Zo door het water van de Heilige Geest komen er vissers. Die zorgen dat de vis wordt opgevangen. Dat de vis gevangen wordt. Nou, ben jij klaar in 2016 om door de Heilige Geest gebruikt te worden in het winnen van zielen? Kom maar. Het enige wat je mee kan nemen de hemel in, is niet de Heilige Geest. Die hou je sowieso. Het is niet iets wat je kan winnen. Of extra, of toevoegen, of loon. Het enige wat je mee kan nemen zijn zielen. Kom maar, iemand zegt zielen. Wat ik heb ontdekt, als er een sterke beweging van de geest is in een gemeente, of is er een sterke beweging van de geest in iemands leven, is een grotere passie voor zielen. Nou, laat me even terugkomen als laatste, want hier gaan we wel zo sluiten met de preek. Laat me over het vuur van God. Die zeven ogen, die zeven geesten zijn ook zeven fakkels. Het spreekt over vuur, spreekt over passie. Als de Bijbel spreekt over het vuur van God, spreekt het over de passie van God. Als de Bijbel spreekt over de doop met vuur, spreekt het over de doop met de passie van God. Nou, wat is Gods passie? En wie is Gods passie? Waarvoor stierf Jezus? Als jij geïnfecteerd wordt met de fakkel van de geest. Als jij geïnfecteerd wordt met de bron van de geest. Als jij geïnfecteerd wordt met de bron van de troon. Waar word jij mee geïnfecteerd? Waar word jij mee besmet? Met de passie voor zielen. Ja, maar ik ben geen evangelist. Maakt niet uit. Dit is het hart van God. It's not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. For they may come against you, but His strength has become your song. By your power, God, you've parted the sea. Lift the scales from my eyes so I can see. Oh, Yahweh, you're so holy. You have held me in my story. Oh, Yahweh, you're the hope of nations. You've become my salvation, Yahweh. Oh, Yahweh, you're so holy. You have helped me, God, in my story. Oh, Yahweh, oh God, you're so holy. Become my salvation, yes. Yeah.
Mighty King, faithful one, you are holy, God Almighty. In Yahweh, I make my boast, 'cause you give the victory over my enemies. Mighty King, faithful one, you are so holy, you are God Almighty. In Yahweh I make my boast, you give me victory over my enemies. Mighty King, faithful one, you are so holy, you are God Almighty. In Yahweh I make my boast, you give us victory over our enemies. My God, by your power you have parted the sea. Lift the scales from my eyes so I can see. Oh Yahweh, you're so holy, you have helped me in my story. Oh Yahweh, you're the hope of nations, you've become my salvation.